De prijzen voor brandstof zijn vanaf gisteren verhoogd. Een liter unleaded kost nu 7 SRD 46 cent bij Sol en 7 SRD 35 cent bij GoTo, 7 SRD en 58 cent bij Rubis of Roy Boudou Enterprises. Voor diesel moet er 6 SRD en 97 bij Sol worden betaald en 7 SRD bij GoTo en 7 SRD en 3 cent bij Roy Boudou. Volgens Rajini Yankee, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, SSBB, kwam de verhoging als een verrassing. Zij vindt het jammer dat de organisatie elke keer van buitenstanders en niet van de regering te horen krijgt dat de prijzen zullen worden aangepast. Als organisatie hebben wij verschillende regeringen, ook de huidige regering, verzocht, gevraagd, ook aangegeven dat we de prijswijzigingen vooraf willen weten, zodat de pomphouders dat ook daarop voorbereid zijn. En ik vind het jammer dat het keer op keer niet gebeurt en dat ik het steeds van iemand anders buiten de brandstofsector, buiten de regering om moet vernemen. En dat gebeurt steeds en dat vind ik echt heel jammer. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, ik vind dit best teleurstellend. Yankee zegt verder dat de benzineverkopen met de COVID-19-pandemie behoorlijk zijn gedropt. Zij vindt dat een verhoging van de brandstofprijs nu niet de juiste oplossing is gezien de economische situatie. Verder ziet zij brandstof ook als een must, vooral om naar het werk te gaan. Ik denk niet dat de verhoging van de government take wel de oplossing is op dit moment gezien de economische situatie. Omdat de government take al hoog genoeg was, nu hoger is, iets meer dan 60%. Het zal een sneeuwbal effect hebben. De prijzen zullen allemaal omhoog gaan. Ik denk dat de andere oplossing zou zijn om te gaan bezuinigen, zwaar te gaan bezuinigen bij de overheid, de wetten die dan daarvoor aangepast te worden. En er moet ook de smokkel moet aangepakt worden, strengere controles, denk ik, en ook de informele sector. Ik wil niet voor de regering, op de stoel van de regering gaan zitten, maar bij de government take is het best veel wat er is aangepast. Sirajini Yankee, voorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond. Onze nieuwsdienst heeft een telefonisch gesprek met haar gehad over de verhoogde brandstofprijzen die gisteren zijn ingegaan. Een liter unleaded kost nu 7 SRD 46 bij Sol, 7 SRD 35 bij GoTo, 7 SRD 58 bij Roy Boudou Enterprises. Voor diesel moet er nu 6 SRD 97 bij Sol, 7 SRD bij GoTo en 7 SRD en 3 cent bij Roy Boudou worden neergedeld.